Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe indie game Tunic. Die is uitgekomen op PC en op Xbox via Game Pass ook. En het was dus een verrassingslancering voor Game Pass. En als die daar niet op was uitgebracht, had ik hem waarschijnlijk niet zo snel gespeeld zelf. Maar ik ben heel blij dat ik hem toch zelf begonnen ben. Want deze game is een soort van mix van Legend of Zelda, de ouderwetse delen zoals A Link to the Past en zo. En wat meer moderne games zoals Elden Ring en Dark Souls. En het valt dus gelijk op dat deze gamer zo schattig en kinderlijk en gewoon toegankelijk uitziet, maar qua gameplay dus echt onwijs hardcore is en vooral gewoon gericht is op volwassenen en ervaren gamers. Ik ben wel blij dat ze gewoon daaraan toegewijd zijn, want ouderwetse games zoals A Link to the Past en gewoon heel veel Super Nintendo games, die hele generatie waren altijd uitdagend en moeilijk. Ik had het voor mezelf met deze game alleen wel moeilijker gemaakt dan dat nodig was, want ik had al de eerste echt grote baas verslagen toen ik erachter kwam dat je gewoon upgrades kon toepassen. Dus gelukkig werd de game erna wel gelijk een stuk makkelijker, alleen je hebt nog steeds wel gewoon peaks in moeilijkheid en vooral de bazen zijn echt uitdagend in deze game. Ik moet ook toegeven dat ik de eindbaas zelf nog niet verslagen heb, want richting het einde van de game krijg je dus de gelegenheid om eigenlijk heel de wereld weer opnieuw te verkennen en nieuwe geheimen te vinden en zo. En op die manier kun je het dus voor jezelf langzaam makkelijker maken om die eindbaas uiteindelijk te verslaan, maar het kan dus eigenlijk al vanaf het begin, als je gewoon goed genoeg bent in ieder geval. Maar zelfs met al aardig wat upgrades verzameld, is die eindbaas voor mij nog steeds heel moeilijk. Dus je moet er zeker op voorbereid zijn. En de bazen ervoor zijn dus ook best uitdagend. Maar ik kan wel waarderen dat ze er echt een punt van maken om de eindbaas dan van al die bazen wel de moeilijkste te maken. Want die heeft dus ook twee verschillende vormen zelfs. Maar je hebt dus een beetje een bird's eye perspectief bij deze game. En je kijkt dus over heel de map heen. En de map bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen die ook allemaal een beetje een eigen thema hebben. Dus je hebt wat meer een moerasachtig gebied, maar ook een sneeuwgebied of een lavastuk. En heel de structuur van deze map heeft dus ook veel weg van Zelda, doordat je dus later kan terugkomen wanneer je weer nieuwe items of nieuwe krachten hebt. Ook al is de hoeveelheid items in deze game wel wat meer bescheiden. Je hebt niet heel veel gadgets zoals je soms ook in sommige delen van Zelda ziet. Maar ze hebben de map wel echt volgestopt met geheimen. En er zijn dus ook gewoon nog heel veel dingen die je op echt hele specifieke manieren moet unlocken, waaronder speciale schatkisten. En daarvoor moet je dus bijna een soort van codes, patronen tekenen die ik zelf gewoon makkelijker vond om op te zoeken. Want als je dat dus echt gewoon in-game moet gaan uitzoeken, dan ben je daar best wel een tijdje mee bezig. Want ik gaf het compliment aan Elden Ring dat hij op geen enkele manier je hand vasthoudt. En dat is dus in het geval van Tunic ook zeker zo. Sterker nog, ze hebben gewoon een hele eigen taal ontwikkeld. En er zijn dus mensen zo erg toegewijd geweest om heel die taal te vertalen, waardoor je gewoon met die vertaling toch nog wel wat extra hints kan oppikken en dat soort dingen. Maar door de game heen vind je eigenlijk pagina's van een handleiding. En die geven je dus ook nieuwe informatie waarmee je uiteindelijk die code kan ontrafelen. Maar de handleiding is echt in de stijl van ouderwetse videogames, waarin je bij fysieke kopieën gewoon echt uitgebreide handboekjes kreeg. En die mis ik dus ergens wel in moderne gaming. Dus mocht er ooit een fysieke versie van Tunic uitgebracht worden, dan lijkt het me dat je dat handboekje er sowieso bij moet doen ook. Maar ik heb ook veel mensen zien vragen voor een knuffel van het vosje zelf, waarmee je speelt. Want ja, dat is natuurlijk wel gelijk al een heel erg schattig en herkenbaar personage. En alleen al met de manier waarop ze de game marketen, de afbeelding, de thumbnail en zo, zie je gelijk de parallellen met Zelda natuurlijk. Want dat vosje heeft ook gewoon een outfit aan die groen is en heel erg lijkt op die van Link. En als het aankomt op Zelda kopieën, zijn er natuurlijk door de jaren heen wel meerdere geweest. Maar ik denk dat Tunic veruit de beste is van de soort van Zelda rip-offs die ik gespeeld heb. Want Tunic is goed genoeg om gewoon een eigen identiteit te ontwikkelen en die weet zichzelf toch nog wel te onderscheiden van zelf Zelda, doordat die zo extreem moeilijk is voor dit genre. En daardoor is het uiteindelijk ook wel gewoon een hele voldoende ervaring om deze game door te spelen. En wanneer je dus toch die ene baas verslaat of dat ene stukje voorbij komt waar je best wel lang vast zit, dan geeft het je gewoon net zo'n goed gevoel als bij Elden Ring en Dark Souls. Dus ja, wat mij betreft is Tunic zeker een aanrader en is het gewoon de moeite waard om even die drempel overheen te stappen en om door te zetten wanneer je vast zit en wanneer je dus dingen niet snapt. Wat mij betreft zit er ook zeker geen schaamte om bepaalde dingen gewoon soms op te zoeken op het internet om het voor jezelf gewoon net even wat makkelijker te maken. We hebben niet meer zo uitgebreide tijd als vroeger om het allemaal zelf uit te zoeken natuurlijk. Maar ja, de game staat dus op Game Pass, zowel voor PC als voor de Xbox. Laat me weten wat jullie van de game vinden, als jullie hem ook gespeeld hebben. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.